say it has got my baby gone, baby gone, baby gone, baby gone. Alleen RTL 4 heeft moeite met de zoektocht naar Elvis. Wij zijn vandaag bij de Elvisdak in Sint-Oederode. Maar de vraag is, waar is Elvis? You look like an angel. Walk like an angel. Ik was hier op zoek eigenlijk naar Elvis, maar ik kan geen Elvis vinden. Hij is dood, man. Ja. Weet je dat zeker? 1977, hè, dus ja. Waar is Elvis? Ja, niet hier. Onder de grond. Waar is Elvis? Die leeft. Aan de ene kant denk ik van hij is wel overleden, maar aan de andere kant denk ik van hij is zijn gewoon teruggetrokken. Er is meer aan de hand geweest op dat moment. Het is nog steeds, vind ik, een beetje mysterieus. Jij gelooft in complottheorieën? Sommigen wel, sommigen wel. Wat heb je met Elvis? Nou ja, ik vind het wel echt, hij heeft wel iets gezet in de tijd. Ja, dat vind ik wel. Nee, iets dat is te vaak. Wat heeft hij gezet? Nee, iets gezet, neergezet. Ja, maar wat heeft hij neergezet? Ja, dit bijvoorbeeld, dat het blijft hangen. Ja, en het is een bepaald soort gevoel. Ik weet niet, ik kan niet helemaal heen. Wat is het gevoel? Ik zie dat je dit doet. Hier, hier. Dit zit hier. In je hart. Het kriebelt. Gewoon, ja, als je dit hoort, dan denk je toch van, ja. Met sfeer. Je hebt gewoon zin om te dansen. Ja, alleen ik hoef niet de rock'n'roll. Nee, daar ben ik niet aan gewaagd. You're the devil in disguise. Oh, yes you are. Devil in disguise. Kun je rock'n'roll? Nee, ga ik niet voor je doen. Nou, je zit wel een beetje zo Grease Lightning, Pink Lady-achtige beweging heb je wel. Grease? Top. Maar dit gaat niet lukken. You lied to me. You're not the way you seem. Daar heb ik respect voor, maar dat gaat mij niet lukken. Well, I'm going away, baby. And I won't be back to fall. I said see, 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 right. Oh, see. Heren, waarom een Elvisdak? Ja, Elvisdak, ik ben al geïnspireerd altijd van Elvis, dus van jongs af aan. Door mijn neef erin gepompt, zal ik maar zeggen. Door je neef erin gepompt? Ja, echt, gewoon, ik moest gewoon meezingen. Ik moest mee, ik moest luisteren en ja, ik ben er helemaal gek van geworden. En wat heb jij met Elvis? Ja, mijn Elvis is zo, ja, de auto's van die tijd is gewoon helemaal geweldig. En ja... Jij bent meer into alles wat er omheen hangt, ja, auto's, de... Ja, precies. Ik, meestal de organisatie is, Berdy doet de kroeg en de band. En ik organiseer de auto's en de entourage eromheen. Dus dit is echt gewoon pure rock and roll. Ja. Jij bent de rock. Ik ben de rock. En jij bent de roll. Ik ben de roll. Samen zijn we rock en roll. Ja. Hebben jullie Elvis ook uitgenodigd? Ja, maar hij was verhinderd vandaag. Ja, hij was verhinderd. Waar is die dan? Upstairs. Maar volgens mij, hij leeft nog hoor. Ja, hij leeft nog. Hij leeft zeker. Hij leeft zeker, absoluut. Love me tender, love me sweet. Never let me go. Deze obsessie, dat is al vanaf mijn 16e. Ik ben begonnen met mijn sloper, uit de kaart halen en dat is ja, zo gegroeid. En ja, nou hebben we verschillende auto's. En rijdt die ook? Hij loopt super. Heeft hij een mooi geluid? Ik wil natuurlijk even hebben. Ik wil hem horen brommen. Nou, zullen we even starten? Hallo, hallo, hallo. Maar wat is dan eigenlijk Elvis? Vetkuiven. En bakkenbaden. Bakkenbaden natuurlijk ook. En muziek, dat is natuurlijk ook Elvis. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. En grote, grote sleeën natuurlijk. Zonnebrillen, ook heel Elvis. Kijk, de schoenen, dat hoort ook bij Elvis. Petticoat, die hoort natuurlijk ook bij Elvis. Mark, je hebt opgetreden. Je bent de Elvis-imitator. Nou, niet direct een Elvis-imitator. Ik ben een tribute-artist. Dat is net iets anders. Wat is het verschil? Het verschil is dat ik een tribute breng. En een imitator die probeert hem echt elk snikje, elk dingetje na te doen. Trekt ook een pak aan en zet de zonnebril op en dat soort dingen, weet je. En dan denk ik, heb je dan geen geld voor een pak? Of ben je niet zo goed in de moves? Of...
Ja, misschien allebei wel, joh. Nee, ik denk dat de combinatie is van dat ik gewoon meer een eer wil brengen aan Elvis... dan dat ik eigenlijk in zijn schoenen wil gaan staan. Wat is je lievelingsnummer? Mijn lievelingsnummer, If I Can Dream. Kun je een tipje van de sluier oplichten, If I Can Dream? Oké, komt die aan, hè. There must be lights burning brighter somewhere. Just got to be birds flying higher in the sky, more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why. Why? No, why? Why? No, why can my dream come true? Halleluja! Wat is nou eigenlijk precies jouw favoriete Elvis-nummer? En laat eens een stukje horen. Het mijne is... Are you lonesome tonight? Oh, well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on the fuzzy tree. My friends say I'm acting the wildest of bug. I'm in love. I'm all shook up. Suspicious minds. Sweet Caroline. Ik heb geen favoriet Elvis-nummer en ik kan ook geen stukje laten horen. Blue, 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 blue. Nou, als wij lekker naar Popoes gaan, gaan jullie naar Woensdrecht naar de Zeepkist Race. Tot later! Computer resetten, dan kunnen we weer vers van start. Zo hou je zelf de tijd bij? Ik hou de maximum snelheid bij. Vertrouwen ze hier niet?